Het hele punt van verkiezingen was dat je tijdens die verkiezingen kon zeggen: dit is wat anderen verkeerd hebben gedaan. Stem op mij, dan doe ik het goed. Ja. Nou, mag je het zelf doen? Want ik kan het op een andere manier beter. Ja. Nou, nu zit je aan de knoppen en je doet het niet op een andere manier en het wordt niet beter. We hebben net in Stand.nl het uitgebreid gehad over de toekomst van de boeren. Hier in het Mediaforum staan we nog even stil bij de reactie van Caroline van der Plas van de BBB. Want zij zei gisteren iets opmerkelijks. Dat is echt, daar ben ik zo mordicus tegen. En als dat hier uitgevoerd gaat worden, dan ben ik weg. Dus misschien denken die mensen in Brussel: hey, mooi moment om van der Plas weg te krijgen. Zou het niet doen, want ik ga keihard vechten. Dat is een dure belofte. Zeker. Maar dit is iets wat ik altijd heb gezegd. Geen gedwongen krimp, geen gedwongen onteigening op basis van stikstof. En Maar is het niet gek om te zeggen: ik ga vertrekken als dat gebeurt op het moment dat uw partij aan de knoppen zit? Het zijn hele goede mensen bij BBB. Dus we zullen zien. Wat zegt u dan? Ja, ik kan daar niet meer leven, sorry. Ja, van der Plas die baalt en dreigt met opstappen als de gedwongen onteigening er ook echt gaat komen. Op welke waarde moeten we die woorden schatten? Waarom zegt ze dit, Kiva? Ze heeft natuurlijk wel wat uit te leggen. Hè? Verkiezingen gewonnen, met grote beloftes, en nu haar eigen landbouwminister Femke Wiersma die het mes wil zetten in die veestapel. Is ze ingehaald door de realiteit? Of was die realiteit er al en heeft ze die niet willen zien, benoemd? Ja, ik kan heel moeilijk in haar hoofd en in haar hart kijken. Maar de werkelijkheid is dat je heel makkelijk roept: dit is de oplossing voor dat probleem. En dat is een andere werkelijkheid als je aan de zijlijn staat dan wanneer je zelf aan de knoppen zit. Dus dat is waar je nu mee geconfronteerd wordt, vermoed ik. Waarom doet ze dit? Nogmaals, ik kan niet in haar hart kijken, dus ik weet niet. Ik denk dat ze oprecht wilde opkomen voor boeren. Daar ga ik van uit. Ja. En ik denk dat ze teleurgesteld is dat roepen dat je met je vuist op tafel slaat in Brussel iets anders is dan daadwerkelijk met je vuist op tafel slaan in Brussel en zien dat jouw vuist niet zoveel uitmaakt. Ja. Sandrina, is dit politiek naïef of bewuste kiezer om de tuin leiden met beloftes die je niet kan waarmaken? Waar zit het wat jou betreft? Ja, nou ja, kijk, weet je, we zaten natuurlijk al even in ons gesprek hier achter de microfoon, met de microfoon dicht, te filosoferen over de strategie van Caroline van der Plas. Mm-hmm. Ze is natuurlijk ongelooflijk goede marketingstrateeg. Ja, ze is erg kundig in het beeldvormende aspect van het verhaal. Exact, dus ik vind dit echt een hele lastige om te beantwoorden. Ook om wat Sieve zegt, je kunt niet in haar hoofd en in haar hart kijken. Ik denk wel dat een deel van die BBB echt oprecht heeft geloofd dat zij het verschil zouden kunnen maken. Ook met deze regels en ook in dit lastige pakket. En ik denk dat de harde werkelijkheid een ander is. Ja. De reactie. Sorry dat ik je onderbreek. Nee. Het interessante is, hoe ga je nou weer uit die kuil kruipen als politicus? Dat is wel interessant om te zien. Wat gaat ze zich echt aan haar woord houden of aan wat ze nu zegt? Of gaat ze straks weer afzwakken en zeggen van: ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. Politici hebben dan de neiging om semantisch te worden. Ja, om dan bijvoorbeeld heel veel nadruk te leggen op dat gedwongen. Hè, de gedwongen inkrimpen. En als je de woorden net even anders aankleedt, zaken een beetje anders aankleedt, dan kun je dat vermijden. Dus dan wordt niemand gedwongen uitgekocht of gedwongen ingekrompen. Maar neemt ze hier eigenlijk ook niet de voorschot op? Als er gedwongen die onteigening er komt, dan ben ik weg. Nou, ze weet, daar is vooralsnog, ook bij het plan Wiersma, geen sprake van. Dus alles wat daaronder zit, daarvan kan ze zeggen. Dat vind ik vervelend, maar dat gaan we wel doen. En wat is dan de definitie van gedwongen? Er zijn nu ook jonge boeren die stoppen omdat ze van die piekregeling gebruik gaan maken. Of omdat ze vlakbij een Natura 2000 gebied zitten. Ja. Die willen liever door, alleen zijn in die zin tussen aanhalingstekens ook gedwongen met een vrijwillige regeling om eruit te stappen. Ja, dus ja. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel van die dingen. Er is eigenlijk helemaal nergens sprake van een gedwongen krimp of gedwongen opgeven van bedrijven. Nee, maar die haalt ze er dan alvast bij, om te weten dat is niet per se wat er nu dat in het verschiet dus ligt. Met, is dat dan semantisch proberen je verhaal recht te breien? Ja, Sanne, de reactie van Van der Plas bestaat eigenlijk uit drie delen, zou je kunnen zeggen. Eerst zegt ze: ik baal. Dat die veestapel dus toch moet krimpen. Twee, het is niet onze schuld. Het ligt aan vorige Brussel. Kabinetten en Brussel, precies. Mm-hmm. Drie, ik geef me niet helemaal gewonnen. Tegen gedwongen uitkoop vecht ik tot het eind en dan ben ik weg. Is dat een slimme drietrapsraket? Ja, ik denk het wel. Zeker door wat jullie net zeggen ook. Dat het nog wel even zal duren voordat die ondergrens echt bereikt wordt.
denk ik, voor zover ik het dus snap, hè, nogmaals. En wat ik ook een beetje vreemd vind om te horen is dat je dus teleurgesteld bent en je hoort bij dezelfde partij als de minister waarin je dus teleurgesteld bent. Dus je bent teleurgesteld in jezelf of zo. Er zit een zij hoort toch bij die partij die deze maatregelen neemt. Dat ze toch overleg hebben ook over de plannen. Nee, ja, dus ik vind het ook een soort. Ik vind het een vreemde distanciering van je eigen. Ze verklaart zich heel erg solidair met de boeren. Dat begrijp ik. Ja, dat is haar achterban. Daar heeft ze mee te maken. Precies. Ook, en die minister. Ze gaat ook voor Wiersma staan. Ja, ze kan niet anders, want schuld van voorgangers. Ja. Kiva, jij gaat de komende tijd goed opletten welke woordkeuze wordt gebruikt in dit hele verhaal. Om dat beleid dan vooral uit te leggen, dat ingewikkelde beleid. Nou ja, dat is wat ik net zei. Hè. Dus de politie hebben dan de neiging om semantische trucken uit te halen, met taal te gaan spelen. Bijvoorbeeld in dit geval heel veel nadruk leggen op dat. Maar als ze gaan dwingen, dan stap ik op. Ja. Ja, wat is dan de definitie van dwingen? Wanneer wordt er gedwongen en wanneer niet? En dan kun je. Dus het wordt heel interessant om te kijken op welke woorden gaan ze gebruiken. Daar moet je dan heel goed gaan opletten. Welke woorden gaan politici gebruiken om duidelijk te laten zien waar ze staan? Ja, en woorden doen ertoe, hebben we geleerd inmiddels toch? Even naar stap 2, in die drietrapsraket die ik net even aanhaal. De schuld bij iemand anders leggen. Sandrina van der Plas doet dat nu. We zien dat ook vaak Europa de schuld krijgt. Of rechters, is ook zo'n. Een gewild object of doelwit, zeg maar, als het gaat om het uiten van frustraties. Is dat iets waar de achterban in meegaat? Is dat dankbaar? Ja, want het is makkelijk. Ja. Ja. Maar je zegt er ook heel weinig mee eigenlijk uiteindelijk als het gaat om. Ja, je lost het probleem niet op. Nee, het perspectief. Exact nog. Ja. Het hele punt van verkiezingen was dat je tijdens die verkiezingen kon zeggen: dit is wat anderen verkeerd hebben gedaan. Mm-hmm. Stem op mij, dan doe ik het goed. Ja. Nou, mag je het zelf doen? Want ik kan het op een andere manier beter. Ja. Nou, nu zit je aan de knoppen. En je doet het niet op een andere manier en het wordt niet beter. Nee, maar dat blijkt ook op al die. Of je nou over asiel hebt, of over de zorg, of over boeren. Het is niet zo zwart-wit en het is ingewikkeld. Het is complex, dus je kunt mensen wel een worst voorhouden, maar de politieke werkelijkheid is een ander. Ja, en de kiezerswerkelijkheid, maakt het uit als je die belofte niet waarmaakt? Ja, natuurlijk. Zeker. Ja, ja daar voel ik wel zorg. Dat mensen zich verder gaan afkeren van de politiek. Of van de media. Of van geïnformeerd willen zijn. Of mee willen doen. Ja, ze gaan mee in het frame dat iemand anders het altijd gedaan heeft. En dat is in het geval van PVV en BBB denk ik wel vaak het geval. Dat ze denken, zie je nou, het komt allemaal door Brussel. En de voorgangers die hebben het zo ver laten komen. Ik denk dat ze er mee. Ik denk dat je, als je ergens op gestemd hebt, dat je dan vrij lang meegaat in het frame wat je wordt voorgehouden. Ja. Maar dan krijg je een soort ingekeerdheid bij mensen. Ja, het is nergens goed voor. Maar dat krijg je van een simpele voorstelling van zaken. De dingen zijn niet zo simpel. In de politiek, toch? Wil je meer van het Mediaforum zien? Klik dan hier voor de andere video's van Spraakmakers. Of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.